Hallo dames en heren, welkom bij Lollen Disneycraft, aflevering 34. Ik heb net weer 5 coins gekregen zo te horen en nu ben ik op een nieuw limiet gekomen. Daar gaan we dadelijk het over hebben, we gaan dadelijk over nog iets anders hebben. En dat gaan we dadelijk eerst doen en daarna gaan we eens bespreken wat we in deze video weer gaan doen. We gaan naar F5 en F1. Om te beginnen, de 30.000ste bezoeker is gejoined en ik heb 15.004 coins door daarnet. Nice. Ik was erbij zaterdag, ik heb mijn shirt uit doen, want het is nog warm. De hittegolf is nu wel officieel ook gedaan. Daar ben ik wel heel blij om. Ik heb ook een nieuwe skin, zoals jullie zagen. Ik ben nog altijd een beer, maar nog een beetje cuter, om zo te zeggen. Maar over de 30.000ste bezoeker, ja, hij is eindelijk gekomen, dames en heren. En het was zaterdagochtend, ik wou eigenlijk gaan verder werken en ik reed bij een poort van Ramon. En toen zag ik er nog 3 mensen moesten komen. Toen dacht ik van nee, nu ga ik gewoon wachten tot hij komt. En op een gegeven moment joinde er iemand extra. Dus er moesten er nog 2. Toen joinde er nog iemand, moesten we nog 1 bezoeker hebben. En met er nog 1, joinde er de 30.000 en de 30.001. Want dat is het 30.052. Ik heb 15.004 coins, ik loop weer naar die portal toe. Met een reden uiteraard. Ik wil naar de survival teruggaan. Ik wil gewoon herinneringen ophalen in die survival. Want ja, er zit op dit moment wel een mens in. Maar dat vind ik eigenlijk zo raar. Want dat is zo'n afgezaagde server. Maar goed. Zo weet ik niet. Dus ik kan ook gewoon niet op antwoorden. Ik heb honger, dus laat ik even naar mijn kelder gaan. Zoals jullie weten waarschijnlijk kennen jullie mijn huis wel. Ik zie dat mijn food ook helemaal op is. Ik heb het enige wat ik nu kan eten is een appel. Maar jullie weten dus allemaal wat dit is. Dit is het stuk. Dit is het huisje van de serie. Dat weten jullie. Denk ik wel allemaal. Dus ja. Ondertussen heb ik weer een lekker stukje kip in mijn inventory zitten. We wachten op het visje. Dat nu ook klaar is en ik krijg een achievement Delicious Vis. Goed, mijn huis. Ik zal het ook even laten zien. Ik zie dat iemand mijn farms komen leegpikken. Er is iemand zelfs weer komen inbreken bij mij. Mijn farm is leeggeroofd. Langs dit gat. Helemaal sugar geen zin weg. Maar ja, deze chest is normaal nog in orde. Aangezien ze daar niet in kunnen. Dus ik ga wel dat glas weer eens even maken. Ja, bij ons zijn nu ze over paarden praten. Bij mij zijn ook allemaal paarden weg. Die zijn allemaal weg. En we hebben gewoon van ergens glas. Hier zo. Al onze paarden. We hadden 2 of 3 paarden in een aparte stad hier langs mijn huis gezet. Ze zijn allemaal weg. Er was een gat in de muur. Dus ja. Alles was uiteraard. Ja, natuurlijk. Dit is eerst nog wat. Alles is uiteraard verlaten in onze stad. Ik denk dat ik ook alle huisjes ga afbreken. Omdat er niemand meer komt. Dus ik ga wel eerst goedkeuring vragen bij de mensen die hier wonen. Daar ga ik eerst goedkeuring mee vragen van ja, je huis op survival staat in onze stad. Krijgen we toestemming voor het afrekenen daarvoor. Want vroeger was het allemaal in deze server, toen was het survival en creative. Maar nu is het allemaal weer apart. Oké, mijn huis is weer in orde. Laten wij eens buiten gaan. Ik heb nog de doneerkist. En dan was hier Brits huis, maar ik weet niet als jullie het gemerkt hebben, maar Brit en ik hebben ruzie gehad. Er was een ruzie tussen mij en Brit over het fenomeen dat ik burgemeester was en zij eigenlijk dus plekje heeft ontdekt. En daar hebben we ruzie over gehad, met die ruzie is al lang, volgens mij bijna, ik weet niet hoeveel maanden geleden. Dat was nog tijdens het schooljaar en nu zitten we in, het is nu vakantie. Maar goed. Dit was dus mijn huis. Ik woonde op nummer 2 van de Disney City. Brit woonde dan op 1. Op, hier langs was dus die paardenstal. Geweerpaardenstal. Kijk. Ja, die was nog helemaal in orde. Dan hadden we daar een iets. Dat was het pas nieuw gedeelte. Het Enchant Hok. Hier stond een huis. Dus loop door DC Sloop Team. Oh. Kijk. Ja, oké, okay, maar ja, dat
hebben dus allemaal niet meer. Op nummer 3 woonde Juelle. Juelle, Diva, Minecraft naam dan. We gaan eronder. Daar was een overroom. We maken het rotondetje wat ik pas nog heb gerepareerd. En hier hebben ze alles liggen grieven. Alle gravel hebben ze hier liggen pikken, zie ik. Dat vind ik echt zo, dat vind ik echt zo van, oh ja. Kijk, hier ligt al onze redstone open en bloot. Dat is niet de bedoeling. Ja, het is weer een hele tijd geleden dat ik hier ben geweest. Oh, wat is dit? Oh, onze beacon hebben ze ook weer gepikt. Jee. Oké, we hadden hier vroeger een beacon in staan. En die hebben ze dus blijkbaar weer gepikt. Dat is al de tweede of derde keer dat ze die gepikt hebben. Maar vroeger gingen we daar gewoon dingen van doen. Omdat ja, de Ramon hebben ze ook ingebroken zo te zien. Dan hebben we hier het huis van Lisa. Als ze daar ook ingebroken is, weet ik niet. Denk ik niet. Ze hebben daar wel eerder de farm pleeg geroofd en de diertjes van haar gekild. Dit huisje hadden we al afgebroken. Hier woonde Selina en El. Dan hebben we de Zira, zie je, dat was een brein dat ze boos was. Robin is ook weggegaan. Op nummer 7 was dat. Nummer 8 was dat van Justin. Nummer 9 was iets van Vogel. Dat hij dus daar iets had staan. Daar. En dat hebben wij dus nu zo samen gemaakt. Ik weet niet trouwens als die spawners zijn. Dat was er in dit gedeelte. Dat was zo'n spawners. Maar dat was dus een spawner gedeelte. Ik weet niet als die hier nog in staan. De XP farm. Nee, volgens mij hebben ze die spawners inderdaad opgepikt. Alhoewel, toch niet. Het is er nog. Spawner gaat er toch nog. Dan gaan we terug naar boven. Dus dit was eigenlijk nog van Noldhol en vandaar dat we gezegd hebben, oh ja, je mag hier komen wonen in dat hoekje. Dan gaan we verder, want op nummer 10 woonde Marijn in zijn hotel. Dan hadden we hier een heel huis van, wie was dit? De deur zijn gelopen, dus C-info kunnen we dan doen. Dit was van Haroon XP. Dan was hier het huisje van Pluto's Disney. Akashi, dat kennen we allemaal nog wel. Ze hebben zelfs de redstone lamps gepikt. Oh, wat zielig toch. Gewoon geen dingen. Dan hebben we hier het huisje van Ines. Dat is nooit afgekomen. Dan hebben we hier het huis van Dennis was dit, ook nooit afgekomen. Hier hebben we een huisje van Jesse. Ik weet niet precies wel wie dit was. Ik kan even kijken. En N.O. Jesse, ja. Ik dacht dat het ja, Jasper was. Dan hebben we hier het huis van Jasper, van Okram, ook nooit afgekomen. Het huis van Max. En dan hadden we hier het huis van Daan, was dat denk ik. En dat is ook nooit afgekomen. Dan hebben we hier een heel stuk stad, waar hier allemaal plannen voor nieuwe dingen. En zijn hier de lampen ook gepikt? Of... Nee, volgens mij was het hier nog niet eens aangesloten. Ik denk dat het hier nog niet aangesloten was. Nee, kijk, hier was nog allemaal geen aansluitingen. Maar dat was allemaal het plan. Dan hadden we de brug naar het nieuwe stadsgedeelte. Wat ook nog niet zo heel lang bestond. Dan hebben we hier het gemeentehuis, wat ook nog niet heel lang staat of stond. Nadat de survival alleen overbleef. En dan hadden we hier een nieuwe brug. En dan kwamen we hier eigenlijk uit op een winkelgedeelte. Wat we hier gingen maken. Het Disney Shopping Center of zoiets ging dat worden. Maar toen kwamen we hier uit op dat verlaten dorp. Daar is niks meer. Maar ik denk dat wij een van de grootste... Ik tot hier Disney City een van de grootste steden was. Of is. Van het hele survival. We wonen hier nu met... we woonden hier met 1920 mensen. En er zijn nu op het moment nog op mijn na 4 mensen. En een daarvan de 4 gewoond. Maar ik snap niet wat ze hier nog in survival doen. Want survival is eigenlijk gewoon... helemaal weg. Ik bedoel, onze resten zijn hier ook nog allemaal. Onze resten zijn hier nog, dat blijft hier over. Een hele grote stad, helemaal verlaten. Er wordt heel veel gegriefd en... ja... ja... heeft het park van Jens Winkert, Pieter. Ik denk dat het hier over een ander server gaat.
Nu we daarover bezig zijn, dames en heren, ik heb ook gesolliciteerd. Dan vraag je je af op wat en voor wat. Ik heb gesolliciteerd op Disneycraft voor de Rijn manager moderatie. De manager van Tim is dat dus. Wat Tim dus doet is op het chat letten en eventueel hulp bijstaan, helpt ook meedenken aan nieuwe attracties en zo. Ik heb mij dus aangemeld ervoor. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat gaan. Ik hou jullie daar uiteraard van op de hoogte hoe mijn, als ik bij de drie geselecteerde kom, dan ben ik al blij. Dan laat ik het sowieso weten. En als ik bij, en als ik het uiteraard word, dan weten jullie het, want dan gaan jullie dat zien in de video's. En ik zie dat hier over niet over andere servers praten. Dat mag niet. Het is allemaal domein van Disneycraft en binnen Disneycraft mag niet gepraat worden over andere servers. Goed. En ook een pas kan je daar gebruiken. Oh ja, dat is mijn essentials. Goed, dit was weer een video van een opfrissing. Eigenlijk om zo te zeggen. Opfrisvideo van Disney City. En ik weet niet of we hier nog iets van kunnen maken, maar ik denk, we kunnen hier niks van maken. Van dit kunnen we niks meer maken. Disney City is gewoon dood. De hele survival is dood. Want iedereen is in een creative. Mijn computer is super warm, ook waar ik mijn handen op leg. Ik wil echt een nieuwe. Ik wil gewoon een vaste PC. Maar het budget heb ik daar niet voor op het moment. Ik kijk daar wel voor. Dus het wordt sparen. Maar dat is nog niet voor nu. Dit was hem dus, de tweede keer. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter voor deze verlaten stad. Waar nog alles redelijk intact is. Op alles wat gepikt is. Nou, maar alle chesten zijn toch gelokt. Dus bij mij kunnen ze geen diamond toevoegen. Want ik heb een redelijke voorraad aan diamonds. Ze kunnen niks komen pikken bij mij of bij anderen. Ik heb hier altijd heel graag gewoond in Disney City. Ik heb hier altijd heel graag gespeeld in deze survivalist nu alleen nog. We kunnen slash P doen. Dan zie je, ja, load me. En dan, als je dan load me home doet, dan zegt hij natuurlijk dat er een error is. Ik vind het heel jammer dat mijn mooie music plot nu naar de high daardoor is. Maar ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Lol Disneycraft. Dat was weer een opfrissing, tweede keer van de survival ditmaal. Vorige keer zijn we naar het heden gegaan. En dat was in de creative. Daar komen nog meer video's over, want ik heb pas vandaag heb ik weer een nieuwe attractie op mijn dingen geopend. Het reuzenrad is helemaal klaar, de kar is bijna klaar. En dan is er nog maar één project wat op het lijstje staat. Theeleuten. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Later.